Welkom bij de Bankzitters editie van Hot Ones. Met mij als presentator, ik weet ook niet waarom. En hoe heb je dit al gezegd? Dat zeggen we iedereen. Ja, oké. En dan kiezen we de leukste intro. Deze vond ik eigenlijk het leukst, want Matty zit tegenover mij. Oh, bedankt man. Super gaaf dat je er bent. Ja, jij vooral. Ik denk dat je wilde komen op je eigen kanaal. Wat is je verwachting van vandaag? Hete saus. Ja, ik kan hier heel slecht tegen. Ik vind spicy eten wel lekker, maar wel op mijn niveau. Dus dan zit ik wel een beetje denk aan dit of zo. Ja, dit is wel. We kunnen ook gewoon hier. Je kan hier stoppen, maar dan ben je wel eigenlijk de grootste kneus van de hele video. Ja. Ik wil niet te veel verklappen, maar jouw collega. Zijn wel redelijk ver gekomen. Ik maak me wel een beetje zorgen, want ik kan hier niet zo heel goed tegen. Waarom maak je je zorgen, Milo? Dat is nergens voor nodig. Ik ben bij je. Oh, ja, als het fout gaat, ja. Dan zijn er hier allemaal mensen om je heen die voor je zorgen. En die zeker niet eerst je portemonnee afpakken en je bankpas leegtrekken. Kijk, niet zoveel te halen. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar... Dat vermoeden had ik al. Koen is heel nerveus. Oh, ik heb er zo weinig zin in. Want Koen kan niet tegen heet eten. Nee, ik kan wel tegen heel veel hete dingen, maar eten gaat er bij mij niet in. Nee, ik was altijd vroeger altijd, als we dan met z'n allen gingen eten, dan was ik degene die nooit sambal. Sambal vind ik fucking heet. Denk jij dat je ze allemaal gaat klappen? Nee? Nee, zeker niet. Maar ik ga het wel proberen. Het valt wel mee, joh. Ik heb wel zin in die kipnuggets op. Dus dat is dan wel weer mooi. Neem er alvast om even lekker in te komen. Ze liggen er al een tijdje. Ze zijn een beetje sompig, denk ik. Ik val ook een beetje tegen, eigenlijk. Ja. Maar goed, ik zie echt niet tegenop tegen deze video. Wacht even, hoor. Ja, hij heeft nu al moeite. Nee, maar altijd... Je hebt er wel geen saus op zitten. Nee, maar altijd bij dit soort video's waar we vragen krijgen en eerlijk... dingen moeten vertellen, ik kom er altijd slecht uit. Omdat ik dus kennelijk gewoon een klootzak ben ik achtergekomen. Nou, dat was en met die leuke detector zo. En, doe nou niet zo. En met dat drinken had ik iets onaardigs over Milo gezegd. Daar viel ook iedereen overheen. Oh, maar ik krijg meteen ineens sympathie voor je. Dus wat dat betreft, je hebt al een punt gescoord. Yes. Denk ook bij het publiek. Maar alsnog ga je waarschijnlijk verneuken. Maar wat is het idee? Je jankt er gewoon overheen. Ja, je jankt er wat overheen. Jij bent echt groot speler. Maar deze zijn nog niet zo heet. Oh, dus nou, oké, maar I dare you om het met deze ook uiteindelijk. Dat ga ik niet doen. Wat heb je in je mond gestopt? Een tapatio. Een tapatio, nou. Het is wel een beetje jouw ding, hè? Maar ik zal je een vraag stellen. Ja, lekker. Wat is je grootste irritatie bij vrouwen? Bij vrouwen? Raoul. Ideale fucking schoonzoon. Ik vind domheid vind ik gewoon heel vervelend. Daar kan je ook geen gesprekken mee voeren. En wat ik vervelend vind is dat, dat heb ik wel eens gehad met vrouwen, dan vergeten ze mijn naam. Dan laat ik dus niet echt een goede indruk achter. En dan moet ik mezelf 4 keer voorstellen aan iemand. En dan denk ik, daarna ben ik er wel klaar mee. Word je dan onzeker als vrouwen je naam vergeten? Nou, misschien wel. Maar aan de andere kant... Boeit het je ook geen flikker? Boeit me ook niemand. Ik hoef niet een indruk op ze te maken. Hey, en over domme vrouwen gesproken, hè? Ja. Stel, je moet er één opnoemen. Oh. Wij waren uit bij die club, vorige week. Ja, en dan kwam er iemand naar me toe zonder voor te stellen. Kan je wel gewoon normaal uitgaan? Die zei dat? Ja, uit niks. Dan denk ik... Ja, ik ben hier. Want jij bent gewoon lekker normaal. Maar die probeert dan een gesprek waarschijnlijk aan te knopen. Maar dan is het ook van, ja, nee, ik ben klaar voor de volgende. Ik vind wel dat je kalm in de wedstrijd zit. Dit is niks. Dit is niks? Dit vind jij lekker, denk ik. Ja? Ja, nee, zeker. Of zo'n druppie op het tongetje. Ja, of op je vingertje of tongetje. Daar, ja, dat is hem. Nou ja, sorry, maar kijk. Is de indruk. Nou, ik vind dit best wel heftig. Deze nuggets zijn wel vers. Deze zijn vers van de pers, gehaald uit een McDonald's in Ameide. Dus je had een aflevering is van met Valerio Zeno, die dan in Ameide is, om het kutste dorp van Nederland te revealen. Dat moet ik maar eens een keer kijken, die aflevering. Die ga ik zo meteen naar je doorsturen. Die ga je vast kijken. Nee. Ik neem een happy. Valerio. Ik ga je een vraag stellen per sausje. Vraag 1. Je gaat ervan uit dat ik dit gewoon normaal op trek. Ja. Waar val jij op bij een vrouw? Wat? Maar hebben die aan iedereen gesteld, of niet? Ja, hier staan gewoon een stel vragen op en soms herhalen. Pieter en kont. Nee, we lachen hier nog op. Ja, dat iemand anders dat ook zei. Ja, ik denk dat Milo was. Ik val op intelligente en grappige vrouwen. Oké, okay, moeten ze beide zijn of val je op intelligente vrouwen en op grappige vrouwen? Allebei. Of je hebt het liefst samen, package deal. Ik denk, ik moet iets zeggen. Ik heb al eens gezegd blond haar en blauwe ogen. En ik ken al van die meisjes van 3 op TikTok maken van, oh, ik heb ook blond haar en blauwe ogen, please kijk deze TikTok. Dus dat zeg ik dus nooit meer. En in TikTok kun je nooit bewijzen dat je grappig bent en intelligent tegelijk. En qua uiterlijk? Blond haar en blauwe ogen. Nee, dat wel. En ben dan het precies... graag boven de 18? Nou, dat is wel een must, ja. Ik ben nu 27, dan boven de 22 wel liefst, ja. Maar ik heb al een vriendin. Dus het is geen open sollicitatie. Maar is jouw vriendin blond haar, blauwe ogen, boven de 22 en grappig en intelligent? Ja, alles behalve dat ze heeft bruine ogen en ze is bijna 30. Maar jij dacht Milan Knol kan het, dus dan doe ik het ook. Heeft hij ook een oude vriendin? Weet ik veel, volgens mij wel. Je weet, ik veel zeg je ook, je weet echt precies wanneer ze geboren is waarschijnlijk. Ja, joh, wij zijn iets ouder, hij is wel echt een knappe vriendin. Ik weet helemaal niet jouw vriendin. Ja, maar jij was... Ja, weet je.
En dan had hij net achter de scherm over. Wat? Dat Roel vond het toch vervelend dat een vrouw als je dan voorstelt. En dan voor de derde keer. Maar jij hebt daar ook echt tot drie keer gezien. Bij wie in. We hebben zelfs een keer een hamburger gegeten. Ergens een hamburger tent. Oh, daar weet je vast wel. Nog wel. Na Creators was dat. Hoe vond je het sausie? Nou, dit was lekker. Ik zie nog geen. Ik zie het zweet breekt nog niet uit. Ik zweet breekt me niet uit. Nee. Wat is je favoriete gekkenwerk aflevering? Dat staat er niet echt. Dit staat er echt. Kijk hier. Voor de mensen die niet weten, gekkenwerk is filmpjes die ik wel eens gemaakt heb. Ik wilde nu echt een onaardige comment maken, maar het had echt veel views, dus ik kan niet zeggen niemand kent het. Ik vond van dit seizoen dat in dat kleine autootje vond ik heel leuk. Die heb ik gezien. Vond ik ook leuk. En anders die film binnen 24 uur. Ja, die was dat, dat Koen die genomen was samen met Nina. Ja, dat vond ik, vooral dat stukje. Nee, hij was, was hij een gnoom? Of was hij een soort dwerg? Ik weet het niet. Ja, dat is het. Ja, dat was ook mijn favoriet. Ja. Dat shot heb ik nog vaak teruggekeken. Ja, dat snap ik. Dat hij voor één frame in de film zit. Ja, vooral dat dat uitkringend Koen, weet je wel, een man met toch wel een klein beetje een ego en zo. Ja, dat is heerlijk. Daarom heb ik het ook gedaan. Ja, dat doet me goed. Moet ik nu door of moet ik wel zeggen, dit was niet pittig? Nou, je moet lekker zeggen wat je wil. Maar ik ben wel benieuwd, wat vond je van het sausie? Als dit de minst pittige is, dan baat mij dat wel zorgen met de rest. Want dit is wel al pittig. Zeg maar. Ik had verwacht, dit is gewoon nog zoetzuur, want dat is het niet. Als jij hier moeite mee hebt, dan wens ik je vet veel succes. Zijn er andere YouTubers waar je tegenop kijkt? Ja, tegen jou natuurlijk. Tuurlijk. Sowieso wel. Is dit een vraag specifiek voor mij? Dit is een algemene vraag. Algemene vraag. Ja. Volgens mij kijk jij helemaal geen YouTube. Nee, weinig hoor. Binnen Nederland sowieso. Jij lijkt me iemand die naar Nederland 2 kijkt of zo. NPO 2. Ja, Boezertvrouw. En Boezertvrouw vind ik wel leuk. Ja, dat kijk ik ook. Ja. Dat is NPO 1. Nee, maar bijvoorbeeld kijk, Glow Movies of zo. Dat vind ik wel echt gaaf, ja. Ja. Wat die doen, is niet normaal. Dat zou ik niet kunnen. Die maken een kasteel van hout in een week. Maar ben jij nou echt serieus? Of loop je nou te fucken? Ja, maar ik weet nooit met jou of je aan het fucken bent. Of niet? Ja, maar kijk, het is meer hoe zij het brengen, zou ik zelf niet doen. Ja, man, wil je een hout voor vlot maken? Dat zou ik zelf niet doen. Maar ik zou wel, als ik die skills hebben om zoiets te bouwen, dat kijk ik wel tegenop, ja. Ben je dat mee? Nee, dat is natuurlijk. Dat is een bullshitverhaal. Tuurlijk is dat een bullshitverhaal. Maar binnen Nederland is er ook niemand die echt niet. Nee, maar ik zag nergens Nederland staan. Oh! Ja, dan bijvoorbeeld een Mr. Beast of zo, wat hij doet, dat hij een eiland koopt. Ja. Ja, dat is wel next level. Dat vind ik, als wij dat met bankzitters ook kunnen gaan doen, dat zou wel mooi zijn. Zou je hele leven met de bankzitters willen blijven werken en op welke manier zou dat dan zijn? Nou, hier hadden wij het laatst over toevallig. We waren dus bezig van, stel een van ons zou worden weggekocht door een ander YouTube kanaal of zo. Wat zouden we dan doen, weet je wel? En hoe, want ja, dan valt bankje misschien wel uit elkaar. Toen op een gegeven moment kwam tot de conclusie van eigenlijk gaan we waarschijnlijk ons hele leven met elkaar werken. Het zijn mijn beste vrienden, dus ik vind het wel leuk om met elkaar te werken dan. Zo, wat aardig. Ja, maar het is niet per se de antwoord op de vraag wat zou je doen als iemand wordt weggekocht? Ik ben wel benieuwd naar. Nee, ja, op een gegeven moment hadden we het er zo over. Kijk, stel, iemand kan bij een ander YouTube-kanaal 1 miljoen per jaar gaan verdienen. En diegene wil het wel doen. Maar ja, op het moment dat diegene dat doet, verdienen die andere 4 misschien helemaal niks meer. Nee, dus daar moesten we toen een afspraak over maken. Dus toen hebben we besloten dat, nou, ik weet niet precies wat het was, maar dat je dan je eerste jaar salaris moet afstaan of zo, zoiets was het. Nou, dus we hebben gewoon echt een plan in liggen op het moment dat iemand het schip verlaat. Ja, dat we een Ferrari in ons midden hebben. Zo'n NSB'er, weet je. Ja. Hey, dit was wel... Dat is goed te doen, hè? Ik voel hem wel. Ga jij echt je hele leven met die gasten werken? Ja. Hoe lang is mijn hele leven werken? Nog 5 jaar of zo. Ga ik hem met door de volgende? Ja, zeker. Jaag hem erop. Wat voor sausje is dit? Dawson's Hot Sauce. Shawarma sauce. Ik doe lekker met je mee, ja? Doe er ook eentje? Ja, jaag ook maar een beetje bij mij erop. Ja, klaar. Nee. Nee, mijn chicken nugget is kleiner, dus dit is niet eerlijk. Nee, ze zijn allemaal even groot, komt uit de fabriek. Oh ja, wist je dat er maar 3 vormen chicken nuggets zijn? Het zijn maar 3 verschillende vormen, moet je maar eens kijken. Je hebt eentje die lijkt op Nederland. Toch? Ja, dat is eigenlijk best wel, nooit zo over nagedacht. Hé, hey, smakelijk man, geniet ervan. Is dit wel de juiste wereld voor jou om in te werken? Aangezien je zo lelijk bent. Oh nee, wacht. En zou je dit werk blijven doen als je daar veel minder geld mee zou gaan verdienen? Ik denk wel dat de juiste wereld is voor mij om in te werken. Ja. Doen waar ik zelf zin in heb, beetje. Heb jij hier echt zelf zin in? Je bedoelt specifiek deze video? Nee, maar jij zegt doen waar ik zelf zin in heb. Nou, ik zie jou hier toch aardig tegen. Nee, oké, dat is waar. Maar ik denk wel dat dit de wereld, En als je er 1 euro per maand mee zou verdienen, zou je dan nog steeds... Maar dan wordt het een lastig verhaal, maar niet zozeer puur om het geld, maar met 1 euro per maand kun je niet leven. Oké, je kan precies al je kosten dekken. Gewoon precies. Ja, als er dan een beter alternatief is, dan zou ik wel naar het betere alternatief kijken. Dat lijkt me logisch, toch? Nee, hoezo? Als je iets anders hebt dat je ook heel leuk vindt, maar waar je meer... Nee, wat je dan ook heel leuk vindt.
Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon op OnlyFans gaan. Ja. Daar verdien je meer mee. Ja, daarom. Dat doe ik toch ook niet? Dus het gaat echt niet alleen maar om het geld. Zie je, dat is een goede bewijs het goed bewijs tegenwoordig. Als iemand vraagt, doe het alleen voor het geld, zeg je nee. Want dan had ik wel op OnlyFans gezet. Inderdaad. Zo, punchline. De enige echte. King Alert. Oh, die bedoelde, jij helemaal niet. Nee, die bedoelde jij niet. Nee, jij zegt het gewoon. Nee, ja, nee. Zou je liever bekend of onbekend willen zijn? In principe is alles aan het werk wat we doen leuk. De enige opoffering die je moet maken is dat je bekend bent, toch? Ik zou liever onbekend zijn natuurlijk dan bekend. Alleen niet als je dan dit niet meer zou kunnen doen. Dan neem ik die opoffering gewoon te koop toe, weet je wel. Dus maar dan ben ik liever bekend. Je hebt alles. Ja? Alles blijft hetzelfde, maar gewoon je wordt niet meer herkend. Op straat. Ja, dat zou iedereen voor tekenen, toch? Ja, heel eerlijk, mij boeit het allemaal niet zoveel. Alleen als ik dan zeg maar met familie ben en dan ga je een keer met z'n allen op stap en dan kan het allemaal weer niet normaal. Op stap met je familie? Ja, en dan kan het weer niet normaal en dan denk ik wel van ja, luister, ik ben gewoon met mijn familie. Ja, als je in principe op stap, ja, dan weet je eigenlijk dat het komt. Maar vooral als je gewoon bij je eigen huis en zo is wel vervelend. Of bij ons kantoor, dat is wel de grens of zo dat het wel echt irritant is. Laatst was ik in de dierentuin met een vriendin. Met die vriendin van die hele intelligente en zat ik in een bootje te varen, want dat kon daar in die dierentuin. Toen ging zo kinderen op zijn brug staan en die ging me zeggen dat ik homo was. Dat kan toch niet? Ik vond dat heel kut en zij vond het grappig. Want het ging over mijn haar en mijn jasje wat ik aan had en ze vonden dat ze gelijk hadden. Dit gesprek gaat niet ergens naartoe. Nee. Maar ik ben wel benieuwd hoe je sausje was. Dit is gewoon lekkere saus, ja. Maar ik denk ook niet dat mensen hier eens struggelen. Noem een positieve en negatieve eigenschap van elk van de andere bankzitters. Oeh, Koen. Koen is heel lief, heel persoonlijk. Die vraagt altijd hoe het met je gaat. Hij reageert ook weer niet altijd op je en komt heel vaak te laat, dus dat is negatief. Robbie. Denkt heel vaak in groepsbelang, maar het anders de uiterste. Dus hij doet het in uiterste. Of groepsbelang, of Ruby-belang. Spreekt elkaar een beetje tegen. Ja, maar dat is het dus ook. Milo, super grappig. Altijd, maar ook wel een beetje een fluimert. Fluimert? Ja, fluimert. Nou, kijk naar zijn kanaal. Hij heeft één video gemaakt. Hij heeft één video gemaakt de afgelopen 3 maanden. Ja, maar ik wist niet wat het woord fluimert betekent. Fluimert is een beetje dat je een beetje loopt roggelen en zo. Ah, oké. Okay. En Matt is de meest creatieve van ons allemaal. Alleen ook het meest autistische van ons allemaal. Dan is het wel eens van... Yo, waar ben je vandaag? Oh ja, ik ben er de hele dag niet. Dan denk ik, oké, nou, als je van tevoren mag zeggen. Dus dat is communicatie. Hij is toch ook niet zo van de plekken met veel mensen? Nee, maar dat ben ik zelf ook niet. Maar hij ook niet, nee. Maar hij nog een stapje erger, volgens mij. Ja, ja. Maar als hij uitgenodigd zou worden voor het verjaardagsfeest van Kylie Jenner. Hij moet wel in zijn eentje komen. Nee, dat doet hij niet. Nee? Nee. Dan zou hij niet gaan? Nee. Wow. Durf ik te zeggen. Weet je wat ik positief aan jou vind? Oh, dat vind ik leuk. Nou? Zo, dat ging heel snel. Ja. Ik vind jou echt een hele aardige gast. Volgens mij ben je zorgzaam ook. Ik voel hem maar aankomen. Nee, eigenlijk is hij er niet. Ah, dankjewel, jongen. 6 minuten reageren op TikToks van anderen, plus 1,5 minuten een sponsorpraatje en een endscreen van 30 seconden maakt in totaal een video van 8:01. Ben je trots op de content die je nu maakt? Dat heb ik niet bedacht, maar ik vind het een hele goede vraag. Kijk, weet je, uiteindelijk kijken er 250.000 mensen naar. En 99% vindt het leuk en die lacht erom. En als ik mensen met zulke video's, die waar misschien minder moeite in zit dan een video zoals dit. Toch, nou ja, dan 6 minuten en die 1,5 minuut sponsoren ze wel doorspoelen. Maar die 6 minuten kan laten lachen en even een moment kan geven van ah, leuk, lachen, prima. En nou, dat hoeft van mij helemaal niet 1,5 uur te duren of dat hoeft van mij helemaal niet zo uitgebreid. Ik vind dat zelf gewoon leuke dingen om te maken. Op de content zelf per se ben ik niet trots, maar als je zoveel mensen ermee toch misschien een klein stukje van hun dag beter kan maken, nou, dan ben ik daar wel trots op, ja. Ik heb laatst die video van jou gekeken, een paar van je wederopstand, zeg maar. Dus niet van die prank gezeik. Achteraf ik toch die trio moest doen. Dat was mijn kans. Fuck. Nee, maar die laatste, die waren een paar die in de auto, vond ik erg leuk. En op dat eiland, vond ik ook leuk. Ja, dat je op dat hotel. Ja, was lachen. Hey, deze was lekker, man. Ik vond deze echt lekker. Ja. Ja, dit is echt net fucking ketchup. Milo, wat is de reden dat je nooit uploadt? Dat is een mondlacher, was dat. Dat is ook niet pittig. Dat gesmak ook. Ja, sorry. Ja, ik moet hem opkrijgen. Jij bent zo'n harde smakker. Ja, dat vind ik lekker, ja. Sowieso zijn er weinig dingen die ik zacht doe. Moet ik zeggen. Dat is ook een harde scheiter, denk ik. Nee, de reden dat ik nooit upload. Ten eerste, weinig inspiratie. Ten tweede, weinig motivatie. Nee, maar ik vind gewoon, als ik de keuze heb tussen een video opnemen met bankzitters of met jou natuurlijk, weet je wel. Dat motiveert wel meer dan als ik in mijn eentje op mijn kamer ga zitten en een beetje aan mijn lul trek. Ik weet niet, op de een of andere manier kan ik me daar minder makkelijk toe zetten. En vroeger was het makkelijk omdat je dan had je die gaming dingen nog allemaal. Ja, maar dan kan je nog dan wordt niet vaak genoeg bekeken. Ja, nee, dat boeit echt niet. Maar nog steeds zou het wel viraal gaan. Ja. Je gelooft jezelf niet. Nee, maar, nee, ik weet niet. Alleen Matty krijgt het voor elkaar om gamevideo's te uploaden die viraal gaan. Ja, maar ik moet je echt eerlijk gezegd, dat boeit me echt weinig, hoor. Ja? Want ook als ik dan nog wel eens een video upload, heel zeldzaam, dan boeit het me eigenlijk helemaal niet zo heel veel of die nou 50k of 200k haalt. Ik weet niet, ik heb daar zelf gewoon geen zin meer in. Nee. Ook dat hele gamen, dat deed je vroeger, dat zelf ook nog wel buiten opnames om veel. Gamen niet meer? Nee, nooit. Echt nooit. Nooit meer? Echt nooit. Wat doe je dan?
Ja, hier, dit werken, jongen. Ja, en daarnaast, af en toe. Ja, zuipen. En een beetje aan je geliefde denken. Juist. Ja, mijn geliefde die in mijn broek hangt. Ja, bijvoorbeeld. Het sausje? Ja, goed te doen. Goed echt, te doen. Tot nu toe proef ik meer van die nugget dan van die saus. De volgende is aardvark, secret aardvark. Maar ja, deze is heel vloeibaar. Dat vind ik vies, man. Ik hou niet van vloeibare saus, man. Op zich is elke saus vloeibaar. Nee, je was zoals mayonaise. Dat is heel dik. Komt-ie. Wat vind je het aantrekkelijkst aan jezelf? Jezus, man. Stel je die vraag aan mij. Als je die al Koen vraagt, dan is hij een half uur bezig. Je mag erover nadenken onder het genot van een saus. Nou, ik vind dit is al best wel... Ja, je hebt hier al moeite mee. Ja. Ik stel je gewoon een vraag. Ik wacht wel. Die melk is ook warm geworden. Ik ben niet echt dat ik zelf in de spiegel kijk dat ik denk, nou, ik heb het zo getrokken. Ik heb echt hele mooie wenkbrauwen. Kijk, je hebt geen wenkbrauwen. Je hebt gewoon geen wenkbrauwen. Echt... Ik heb een hele goede borstel, zie je dat? Maar wacht even, je zegt een soort half sarcastisch. Nee, ik heb hele mooie wenkbrauwen. Ja, vind je niet? Maar vind je je eigen wenkbrauwen mooi? Ja. Er is toch helemaal niks mis met jou, behalve het feit dat je niet echt hele dikke lippen hebt. Heb ik geen dikke lippen? Een beetje kleine bovenlippen, ja. Ik heb ook wel een klein bovenlipje. Zou je iets aan je uiterlijk veranderen als je ouder wordt gewoon? Nee, ik zou wel eens een keer, ik heb best wel een gele bek. Ja, heb ik ook. Kan ik helpen? Zo, jij kan je bek weer open doen. Misschien moet je daar zijn nugget in douwen, de zijkant. Ja, maar ik zou misschien wel eens wat, als het erger wordt, echt dat ik echt oranje tanden krijg, dan wil ik wel... Jij bent zo'n koffiedrinker. Ik wil wel een koffiedrinker. Ja. Oh, dit komt er wel ook heftig uit, zeg. Gadverdamme, het is een soort stront. Kijk nou, hoort dat? Ja, dat hoort. Dit is scheid van een aardvark. Okay. Wie heeft de grootste lul? Ik weet niet, ik heb ze niet gezien. Van anderen. Wie heeft de grootste lul? Nou, niet Rob. Dat is mijn antwoord. Toen ik bij de hemelpoort stond en zeg maar de grote lullen werden uitgedeeld door, hoe heet die, Petrus. Toen ben ik niet genaaid. Laten we daar maar. 8, 9. Oh, dat was wel een hele grote druppel. 10, dat is een hele grote. Maar waarom doe ik eigenlijk zo stoer? Ik laat me er zo erg opnaaien, joh. Dat is echt helemaal nergens. Dat is de beste vragen die jij ooit hebt gesteld. Waarom doe ik zo stoer? Ja, ik vraag het me ook af. Om even nog terug te komen, ideale wereld waarin ik werk. Ja, dat zie je maar weer. De volgende vraag. Dat was niet heel verstandig. Wat is je grootste irritatie bij vrouwen? Poh, wacht even, ik ben even dit aan het werken nog. Ik moet even goed over nadenken. Ja, neem vooral je tijd, joh. Ja, ik irriteer me niet zo snel aan dingen. Zeg maar, dan denk ik, het boeit me niet. Dus ik moet even iets goeds verzinnen. Ja, maar vrouwen, kijk, ik ga natuurlijk nu specifiek naar... Gewoon kijken, waar irriteer ik me aan? Eigenlijk vraag je, waar irriteer je aan bij je vriendin? Dat staat er eigenlijk, maar dan net anders. Nee. Want er zijn vrouwen in het algemeen. Je praat toch wel eens met een andere... Je praat toch wel eens met je moeder? Ja, maar daarna, ik irriteer me toch nooit aan mijn moeder? Die zie ik dan een keer en dan is hartstikke gezellig. Ik denk, hey, nee, leuk om je weer te zien. Iedereen irriteert zich toch wel eens aan zijn moeder? Nee, maar je praat toch wel eens met een andere vrouw dan je vriendin? Ja, maar over het algemeen irriteer je je vaker aan je vriendin dan aan andere vrouwen. Dus jij hebt gewoon een hele irritante vriendin. Dat zeg jij niet. Je legt allemaal woorden in mijn mond. Het slaat helemaal. Je weet goed wat ik bedoel, Kel. Insinueert dat jij een irritante vriendin hebt. Nee, dat zijn jouw woorden, niet mijn woorden. Dat is absoluut niet waar. Fantastisch antwoord. Hoe vond je de saus? Een beetje veel. Oh, ik begon van te spugen. Een beetje veel. Wie heeft de grootste lul? Dat slaat erop. Er is maar één iemand die zich daar actief over uitspreekt. Dat is Koen. Maar heeft u echt een grote lul? Heb je hem wel eens gezien? Nee. Heb je hem echt nooit gezien? Ja, maar ik denk dat de enige wiens lul mensen over het algemeen hebben gezien, dat het ook die van mij is. Hoe kan dat? Laat jij hem gewoon altijd hangen? Ik hou niet zo van kleding ook. Maar liep je dan naakt door het huis heen? Nou ja, soms. Maar jullie hebben in één huis gewoond en dan hebben jullie nog nooit elkaars lul gezien. Nee, dat is raar, hè? Zelfs voetbalteams hebben dat. Ja. Ja. En die zie je één keer per week. De Milo's lul heb ik wel een keer gezien van hem. En? Was het wat? Ja. Een soort aardvark ook weer. Milo, je lul is een soort aardvark. Nee, maar Koen zegt, en dat zei hij een keer, ja, maar mijn horloge, mijn Rolex, past dus om mijn lul heen. Dus die heeft of een kinderpolsje. Hij heeft sowieso een kinderpols. Maar ik heb dus via een keer gehoord dat hij inderdaad wel grote schaamte is. Maar dit heeft hij ingestuurd omdat hij dan wil dat ik hem daar complimenten over geef. Hé, hey, het staat gewoon op mijn kaartje. Heb jij een beetje een grote lul? Ik heb een hele gemiddelde penis, heb ik. Nee, ik ben heel tevreden met mijn lul. Fijn dat je tevreden bent met je lul. Dat mag ook gezegd worden, toch? Ja, dat is mannen zeker. Thuis. Het kan gewoon. Wil je hem anders even laten zien? Ik kan hem even op tafel leggen, hoor. Ja? Ben jij in de bankzittersvideo's hetzelfde als buiten de bankzittersvideo's? Ja. Dat denk ik oprecht wel heel erg, ja. Maar ik vind dat we dat allemaal wel zijn, hoor. Maar jij kan het ook wel, denk ik, wel beoordelen. Je kent ons wel een beetje. Ja, ik vind dat jij echt jezelf bent. Wie bijvoorbeeld dan niet? Ik vind dat Rob doet nog eens een beetje, niet doorvertellen, maar die doet nog wel eens even zijn best. Ja, die kan wel eens nog even wat aandikken. Ja, en dat kan ik ook wel waarderen. Ja. Want ja, logisch, want dat zouden we allemaal doen. Zijn elke random Hollander voor een camera en hij gaat zijn best doen. Ja, dus je hebt het gevoel dat Rob nog een beetje onwennig is. Na 8 jaar YouTube is Rob nog een beetje onwennig voor die camera. Gaat hij nog forceren. Ja, dat vind ik echt ook wel weer aandoenlijk. Ja. Maar jij bent wel, maar de rest,
Nee, ja, al die gasten zijn wel... Ja, ik vind dat wij dat allemaal wel, wel best wel zijn. Ja, je allemaal wel, maar ik moest even iemand eruit kiezen. Dus ja, Rob, als je kijkt, waarschijnlijk wel. Mag ik met slag dan? Sorry. Kijk, bijvoorbeeld gasten als bijvoorbeeld Dylan Hagens. Die heeft natuurlijk zo'n andere doelgroep dan wat hij zelf is. Ja. Dan ga je natuurlijk wel een bepaalde rol... Zelf is hij natuurlijk gewoon altijd, is hij altijd aan het snuiven. Ja, stoont en hoeren. Escorts. Ja, goed, in de video's is hij dan wel gewoon... Ja. Weet je, zal ik jou wat leuks vertellen? Ja, wat leuke dingen wil ik altijd wel graag horen. Ik vind jou dus echt een hele grappige gast. Ja. Dat is cool. Dankjewel. Ja, ik meek jou ook. Nee, maar ik vind jou dus echt een stuk grappiger dan mijzelf. Ja, ik ben zelf ook grappig. Nee, oké, maar ook... Ik ben zo'n geestige mafkees, jongen. Maar ook binnen de bank zit dus ook. Nee. Nee, dat dan niet. Nee. Nee, maar ja, ook binnen de bank zit, zeker. Ik vind gewoon, jij zit er altijd lekker dicht op, daar hou ik van. Zo dicht op. Ja, maar dat is ook, kijk, dat is ook een beetje... Uiteindelijk is iedereen wel zichzelf in de video's, maar je hebt ook toch een bepaalde rol. Ja. Indirect. Wat is jouw rol dan? Ja, ik heb dus het gevoel dat mijn rol altijd gewoon een beetje gewoon klooien is. Gewoon echt alleen maar klooien gewoon. Ook, ja, dat is gevoel ook, krijg want er zijn dus bijvoorbeeld een rol... Die neemt als we zo'n challenge doen, neemt die het ook echt serieus. Die kan dus zo, wij moeten in de Efteling moeten we snel mogelijk naar een achtbaan. Dan kan hij echt boos worden als ik niet mijn best doe, weet je wel. Ja. Maar dat boeit helemaal niks. Nou, wij hebben een keer op het kanaal van Frank gingen we in zo'n escape horror. Oh ja. En ik helemaal mijn best doen. En ik zat denk ik één frame in die video. Ja. En jij deed helemaal niks en liep alleen maar te kutten. Ja, en jij dat. Pakte vol je shine. Toen dacht ik, ik ga de volgende keer ook echt zeker niet meer mijn best doen. Dat moet je sowieso nooit doen. Maar het is ook niet eens dat je shine wil pakken, helemaal niet. Dat vind ik tenminste zelf niet. Misschien komt het zo over. Jij wil gewoon... Nee, maar jij... Ik vind het leuker hoe die gasten reageren erop, vind ik nog leuker dan het zelf doen. Zeker Roel, die kan zich echt aan storen. Dirty Dick's Hot Sauce. Oké. Okay. Ik kan wel raden wij die helemaal smeren. Ik smeer hem even helemaal in. Waarom ben je na je bachelor, terwijl je meerdere succesvolle bedrijven hebt, alsnog een masterstudie gaan? Wacht even hoor. Morgen! Uiteindelijk wil je gewoon altijd het maximaal uit jezelf halen. En ik dacht van, ik heb een bachelor nu gehaald, waar ik heel blij mee was. Ik dacht van, dan ga ik ook een master doen, want dan kan ik in ieder geval achteraf altijd zeggen. En ik moet ook wel zeggen, toen ik mijn bachelor deed, toen was het nog ook wel, en toen deed ik ook YouTube, het was nog heel erg van, YouTube kan je daar wel geld mee. Dat was nog helemaal niet soort van geaccepteerd, weet je, tyfus hè. Maar toen dacht ik, ga een master doen, maar dat is wel falikant mislukt hè. Oh, jij hebt die master niet gehaald? Nee. Oh. Ik ben al bezig. Je bent nog steeds bezig? Ja, ik was erin begonnen. Nee, en nu moet ik wel zeggen dat de motivatie toch wel ver te zoeken is. Maar jij hebt de vraag, heb jij een vieze piemel? Was je met zeep? Ik was mijn lul zeker. Met zeep tijdens... Dat is niet goed hè, met zeep. Waarom niet? Het moet alleen met water eigenlijk. Nee, maar ik was niet mijn eikel met zeep. Maar ik neem wel altijd een extra handje zeep, even voor de erogene zone. Echt? Ja. Een heel handje. Nou ja, niet zoveel als jij net op je kipnugget hebt gerand. Nee, ik heb hier wel. Dit was geen slimme actie van mij. Ja, ik denk dat ik hier wel struggles mee heb. Je doet het zo als je. Ja, die gaat in één keer naar binnen. Nou, daar komt-ie. Matthias, je weet niet waar je aan begint. Wat is de reden waarom je de populairste bankzitter bent? Omdat ik op tijd begonnen ben. Waarom ik het meeste abonnees heb, is gewoon dat ik op tijd erbij was. Beetje likken bij Milan Knol, weet je wel. voor die gasrolletjes. En dan groei je op tijd gewoon mee met het platform. En dat ik fucking lekker ben. Ja, snap ik. Ja, op een gegeven moment ben je ook... ben je gewoon vertrouwd of zo. Zijn mensen vertrouwd aan je hoofd, aan je stem, aan je manier van doen. Dan kijkt dat ook fijner weg, denk ik, op een gegeven moment. Ho. Dat vond ik weer een beetje veel. Dit is... hier ga ik mee akkoord. Rob, maakt geld gelukkig? Ja, natuurlijk, in zekere zin wel. Okay. En alle heiligen die zeggen dat dat niet zo is, bullshit. Wacht even, tot een bepaalde hoogte. Als in, natuurlijk boeit het echt niet of je een auto hebt van 1000, 10.000 of 100.000. Dat denk ik niet, dat je heel veel gelukkiger maakt. Nou, 1000. Ja, maar boeien uiteindelijk, als je geen auto hebt, dat is fucked up. Bijvoorbeeld, een auto is niet slecht voorbeeld, maar een huis dan, of weet ik veel wat. Of dat je allerlei dingen, als je het helemaal niet kan doen, is het druk. Maar als je het kan doen, maakt het eigenlijk niet uit of als je het gewoon kan doen, of je kan het extreem doen. Dat ik denk dat dat niet heel veel gelukkiger maakt. Dat is voor twee keer leuk en daarna boeit het niet meer. Maar ik denk, als je helemaal geen geld hebt en je kunt het niet doen, dus je hebt geen huis, je hebt geen auto, je kunt niet op vakantie, je kunt geen leuke dingen doen, niks. Dan maakt geld dus wel gelukkig. Ik vond wel dat je, of je gedraagt je heel cool, of deze was echt wel te doen. Ja, het is nog wel te doen, maar ik zit pas op level 4, hè. Oeh, die begint wel, ik begin wel een beetje rood op, die is vloeibaar. Ik begin wel een beetje rood op mijn wangen te worden, volgens mij. Vind je dat de rest ooit te ver is gegaan met het belachelijk maken van zulke persoonlijke dingen? Nou, te ver niet, want ik denk dat er wel een groep zijn waarbij als het te ver gaat, kan je het aangeven, dan wordt het niet meer gebeurd. Volgens mij wel een keer gebeurd. Maar wat was dan die keer? Ja, dat ging niet zijn, want dat zijn privé dingen. Ja, maar daarvoor zitten we hier niet. Nee, op een gegeven moment kom je wel een bepaalde periode terecht dat ook de mensen om je heen, waar je wel grapjes over maakt, ook een soort van herkend worden. Als er nou zusjes zijn of vriendinnen of familie of wat dan ook. Dus daar zijn we wel
mee gestopt ook. Hoe was je sausje? Dat hebben we vergeten. Ah, het wordt steeds iets heter, maar ja, ik vind dit, hier kook ik wel eens mee met deze pittigheid. Maar vanaf, ik hoorde vanaf 5, 6 wordt het wel echt zwaar. Nou, dat doop ik hem. Oh, godver. Nee, doe dat niet, jongen. Dit ging goed, dit ging goed. Ik wil oprecht, dit heb ik best netjes gedaan. Je hebt een soort pierenbadje. Ja, het is echt niet, dit is echt heel zorgwekkend. Dit is echt zorgwekkend. Ah, deze kan wel. Dus. Als je er nou bij die laatste had gedaan. Wat vind je ervan dat je de enige bent die geen eigen succesvol YouTube-kanaal heeft? Oh, dat is een vraag! Ja, ik heb ze niet bedacht, hè. Hoe zijn ze niet succesvol? Dat staat hier. Oh, dat is wel pittig trouwens. Ik ben niet met die vraag eens. Ik vind niet dat het geen succesvol kanaal is. Ik denk dat ik, als je relatief kijkt, dat ik 3 jaar geleden dat het veel meer, relatief veel hoger zat. Ja. Dus het is niet, omdat ik natuurlijk nooit upload, dus de succes staat niet echt veel meer gegroeid. Nee, maar dat doet niet zoveel mensen. Nee, omdat je hebt bankzitters. Kijk, op het moment dat bankzitters niet zo zijn, dan zou je wel denken, jezus, ik had er wel meer uit kunnen halen. Ik weet ook, op het moment dat ik bankzitters niet had gehad, had ik echt wel daar meer mee gedaan. Dus dat vind ik altijd heel lastig te zeggen, ook als je het vergelijkt met andere kanalen. Van ja, als in, ik ben gewoon 5 dagen per week bezig met bankzitters. Laten we dan maar meteen naar deze gaan. Zombie wing saus. Son of Zombie Wing Sauce. XXX Hot. Daar ga ik geen grap over maken. Nee, dat het even met Milo. Dit is weer met een gevaarlijke dop, mensen. Maar deze keer let ik op, want deze keer heb ik... Zo, ik ben er aan het bijkomen, man, van die Dirty Dick. Mensen, we gaan ervoor vandaag. Geniet, joh. Even minder eten. Oké, daar gaan we. Zou je stoppen met werken zodra je genoeg geld hebt verdiend dat je de rest van je leven niet meer hoeft te werken? Nee, joh, tuurlijk niet. Ik vind jou echt iemand die dan gaat stoppen. En dan? Aan je lul gaat trekken en je veel te lange zwans. Nee, maar wat zou je dan doen? Dat is toch hartstikke saai? Dan zeggen mensen, ga ik golven. Ja, fuck golven, dat is zo saai. Dus echt? Jij gaat, als jij 100 miljard hebt, ga jij nog hier hete saus eten? Ja. Ja? Ja, dan kijk, misschien zou ik wel dingetjes die niet zo leuk zijn. Zoals corvée op kantoor, weet je wel. Ja, dat zou ik misschien wel uitbesteden. Jullie corvée op? Ja, zo kut, joh. Maar besef, ik heb mijn corvée-week dus met een van de stagiaires. En dat was in een week dat ik en op vakantie was en 2 dagen wegging en wel 2 opnamedagen. Dus ik was er geen 1 dag van de corvée-week. Daar moest alles dus eentje doen. Zoals het hoort, hè. Deze was beter doen dan die, maar ik denk dat dat met name komt omdat ik daar zoveel van had. Je merkt het ook steeds meer aan de geur ook wel. Maar ik... Mag je eens ruiken? Ja, oké, deze is wel redelijk... Die klapt er even deze binnen. Penetreert wel redelijk door je neusvleugels. Hij moet wel zeggen, ik kan er wel goed tegen hete dingen. Je gaat binnenkort samenwonen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Komt het vaderschap nu ook weer een stapje dichterbij, jongen? Voel. Ah? Ik zeg al dat wij aan het horen ook met vrienden om hun leeftijd hebben. Als het me gegund is, dan zou ik het heel graag willen. Dat snap ik. Ik denk niet dat het de komende 3 jaar gaat gebeuren. Ik zou het wel willen, maar we zijn er nog niet klaar voor. Jongetje of meisje, als je mocht kiezen? Gewoon als eerste. Gewoon de eerste baby. Meisje misschien wel, man. Hoezo? Ja, weet je niet, man. Ik ben al met vrouwen opgegroeid en zo. En, Hoe ga je haar noemen? Nou, dat weet ik nog niet. Jawel. Nee, dat weet ik echt nog niet. Hebben jullie niet de kinder-app? Nee. Oeh, de kinder-app? De kinder-app. Die heb jij sowieso. Die heb ik zeker. Heb je de kinder-app? Ja, dat is echt erg. Je kan daar namen invoeren. Jij en je vriendin. Als je een match hebt, dezelfde naam. Spin the wheel. Ja, maar dan heb je dezelfde. Snap je wat ik bedoel? Dus je voert gewoon allemaal Tom, Nee, zij heeft wel een lijstje en dan schiet ze wel eens dingen en ik schiet ze dan ook gelijk af. Clementine of zo. Dus dan denk ik, ja, weet je. Clementine? Ja. Maar ik ga denk ik misschien hetzelfde doen als mijn vader deed met mijn naam. Mijn moeder wilde mij Maximilian noemen. God. En toen kreeg mijn vader een hond, terwijl ze zwanger was van mij. En toen heeft hij die hond Max genoemd, terwijl mijn moeder mij niet meer Max noemde. Jouw pa is... Daarom heeft het natuurlijk ook niet heel lang stand gehouden, zeg maar. Aangezien dat dan de tactieke strategieën zijn, zeg maar. Beur nou van je partner af. Level 5. Nou. Is je persoonlijkheid veranderd door YouTube/de andere bankzitters? Ja. Oh, tuurlijk. Ik doe het al 7 jaar. Ik mag toch hopen dat ik in 7 jaar veranderd ben. Ja, oké, maar nu is de vraag. Is het daardoor veranderd? Ja, nou helemaal als je 4 van die gasten die alleen maar zijn eigen zin aan het doorgaan zijn, dan word je altijd door beïnvloed. Ja, nee, ja. Ik denk wel dat je persoonlijk verandert, natuurlijk. Hoe dan? Ja, nu gaan we even op de interviewstoel zitten. Hoe dan? Rob, ja, ben je aardiger geworden? Heb je dikkere huid gekregen? Nou, dat sowieso. Ja, dat dacht ik Dat. Mijn beste maat zegt dat tegen mij. Ik vind het vooral als we heel veel hebben gedronken en dan emotioneel. Weet je wel, dan krijg je zo geschreven. Je weet ook wat ik bedoel. Ik vind het zo mooi dat jij eigenlijk helemaal niks veranderd bent. Nog steeds gewoon die simpele Brabander bent. Nou, is toch leuk? Het is toch lief dat mensen dat tegen je zeggen? Ja, en vooral als iemand die dichtbij staat dat zegt, toch? Maar hij krijgt niet betaald om dat te zeggen. Jawel, maar dan moet je er niet bij vertellen. Ah, oké. Zo hou ik mijn vrienden te vriend. Geld maakt gelukkig. Dat knippen we eruit. Het sausje, de zombies, maar ik vind er nog bij zit als een coole kikker. Heb je al zweetvlekken? Nee, maar over het algemeen heb ik dat heel snel. Ik heb een shirtje hieronder, dat is slim. Je hebt 2 shirts aan. Altijd als ik video's opneem, dan doe ik dat eronder, dan tegen de zweetvlekken. Zo, dat vind ik echt een geheim. Ja, dit is echt een Rob geheim. Heb je dit ooit verteld? Ja, nu. Wel slim. Ik heb het ook wel eens gedaan. Ja. Wat is dit nou? Zeker nog. Jij weet helemaal wat bijzonder is. Oh, ik ga gewoon lekker dat door. Dat is mijn taak, hè? Om te doen alsof het heel bijzonder is.
Je loopt in zijn algemeenheid wat achter qua opbouwen van vermogen op de vier andere jongens. Bouw je daar wel eens van? Wat een onaardige vraag. Wat een gemene vraag. Ik ben, ja, het is echt een gemene vraag. Maar ik ben ook dan Roel en Matt ben ik ook gewoon meer dan 4 jaar jonger. Dus als ik weer zo ga kijken van waar zij waren toen ik dat was, staat het weer hier. Dus het is ook, ik vind zo dat vergelijken hou ik nooit van. Dat vind ik niks. De vraag is, baal je daar wel eens van? Nee, dus niet. Het is natuurlijk makkelijk op het moment dat zij zoveel ja, ouder zijn en daar weet ik wel allemaal. Maar ik weet alsnog, als ik bijvoorbeeld verder kijk wie er allemaal in mijn omgeving zitten, dan moet ik echt niet klagen. Nee, maar het feit dat jij 4 huizen hebt en die andere gasten 7, dat maakt je niet. Daarom, je moet ook blij zijn met wat je hebt. Ja. Sta je wel eens in de keuken? Ja. Te koken? Dat niet. Jawel, ik woon dus alleen gewoon. Ik ben niet echt een chef-kok of zo en ik gebruik zeker niet echt pittige dingen. Zie je na/tijdens YouTube een carrière in de Formule 1-branche voor je? Wie heeft die vraag bedacht? Ik weet het niet, ik lees ze gewoon op. Ja, ze denken minder heftig dan die vorige, maar dat komt omdat hij ook aan het zwemmen was in de... Ja. Mij lijkt me wel leuk om in de sport of zo te werken. Voetbal of... Jij vindt dan weten veel over voetbal praten trouwens, maar of Formule 1 of zo. Lijkt me wel verder dat je bij die wedstrijden mag zijn of zo en daar een beetje verslag van kan doen. Of, dus dat je om het weekend naar ergens anders toe vliegt om Formule 1 verslag te geven? Ja, dat kan eigenlijk alleen als je jong bent, voordat je kinderen hebt of als je kinderen oud zijn. Want als je kinderen hebt, ik weet niet of het dan leuk is dat je zo vaak weg bent. Nee, ja. Mij lijkt best wel leuk. Dan maak je toch dingen mee. Ben je daar in zo'n land, ja, op een circuit waar je niet afgaat 3 dagen. Met auto's die overal hetzelfde rijden. Nee, mij lijkt het wel leuk om iets anders wel in de media ooit te doen of zo. Maar jij kijkt me aan met zo'n blik van dat gaat toch nooit lukken. Nee, dat vul jij voor mij in. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of je dat dan voor de camera wil. Of ja, dat klopt. Maar wat is achter de camera? Dat kun je niet. Ja, de Formule 1 achter de camera. Wat doe je dan? Ik zal lekker voor de camera blijven. Ja? Jij bent echt aandachtsgeil. Pardon? Jij bent echt een aardige jongen. Oh, ik dacht, zei aandachtsgeil. Nee, ik ben helemaal niet aandachtsgeil, maar het is voor de camera denk ik wel voor jou gezien leuker. Maar dat zijn altijd dingen die lijken superleuk, denk op papier. En als je eenmaal doet, is het gewoon ook werk. We gaan over op Scorpion Pikante Heartbeat Hot Sauce Thunder Bay. Ja, oh, kut, dat was ik... Ah. Ja, dit is goed te doen. Lekker op het randje. Aha. Oeh, nou, de Scorpion Picante. Spice it up, man. Wie van de bankzitters heeft de slechtste kledingstijl? Nou, Miro. Zie je, dan zeg ik weer veel te overtuigend iets onaardigs en dan gaat iedereen daar weer op haten. Vorige keer was ook de vraag, wie ben je het minst goed bevriend? Dus ik geef een eerlijk antwoord op die vraag. Iedereen haat dat het onaardig is. Ja, bro, vraag het dan niet. Zo. Het zit in mijn keel nu ergens, joh. Oh, er komt aan de zijkant te draaien. Jezus, ja, ik ga niet te veel hiervan doen, hoor. Geniet. Met mate. Zou het merk bankzitters zonder jou kunnen? Slechte timing. Ik krijg niet eens een vieze loopneus. Dit is de laatste waarvan ik echt niet dood ga, denk ik. Zou het bankzittersmerk zonder mij... Wat was nou de vraag? Ja, zou het bankzittersmerk... Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we nu met z'n 5 wel sterk merk zijn dat eentje wel weg kan. Ik denk dat we met 4 random altijd wel door kunnen. Alleen dat is wel de grens. Als je naar 3 gaat, dan is het natuurlijk weg. Dat kan ook zonder mij. Waarom zou dat niet zonder mij? Dan worden allemaal van die eigen pijperij vragen en neergezet alsof ik mezelf hier op een voetstuk zet of zo. Alsof ik dan de belangrijkste ben. Ik wil even duidelijk maken, ik heb deze vragen niet bedacht. Dat mag ik hopen. Ik ben wel fan van deze vragen. Ja? Maar stel, er moet eentje weg. Wie zou dan degene zijn waarvan mensen het minst zou opvallen? Ja, dat klinkt heel negatief, Roel. Iedereen weet dat hij ooit gaat overlijden, weet je wel? Die zijn er al een beetje op voorbereid. Laten we gewoon de oudste dat eruit mieteren. Pas op, jongen. Hoezo? Jij kan er niet tegen. Ja, dat is een keurige dosering. Maar... Nee, ik kan hier echt niet tegen. Voel je je soms te oud voor de wereld waarin je werkt? Soms wel, maar ik probeer wel zoveel mogelijk mijn eigen wereldje erbinnen te creëren. Met bijvoorbeeld video's en content en alles. Ik maak nog steeds video's. Nou, ik weet niet of ik dat nog doe over een tijd. Denk je dan, yes, ik ga weer een video maken? Of denk je dan... Nou, het ding is dat het kost mij 5 uur in de week. Ja. Dus dat is in principe best prima te doen. Maar ja, het staat wel onderaan mijn lijstje bovenaan mijn lijstje met dingen die ik ga schrappen op het moment dat ik te druk ben en iets moet laten vallen. Zeg maar. Dan ga je alleen maar kookvideo's maken. Doe ik niet meer. Wil jij misschien ook eentje meedoen? Ja hoor. Je moet een beetje knijpen. Oh, knijpen. Ja, oh. Godverdomme. Sorry. Ah ja, zo. Ja, hallo. Wat vind je van al het commentaar op je relatie? Oeh, ga ik even goed over nadenken, zeg. Op zich krijg ik niet heel veel commentaar. Het is meer Jules die commentaar krijgt. Dus ja, bij mij is het allemaal, dat maakt me niet zoveel uit. Alleen zij krijgt gewoon veel zooi over zich heen gegooid. En gewoon vaak echt onterecht. Gewoon dingen die de wereld ingeschreven worden, die gewoon niet waar zijn. Zoals? Nou ja, op een gegeven moment ging rond dat zij vreemd is gaan met mij. Nou, dat is gewoon oprecht niet waar. En dat wordt dan in zo'n roddelpraat gegooid. En dan, zij denkt natuurlijk, ze krijgt dat op een manier, als dat soort uit een video gehaald, waarin ze dan iets zei van, ik weet niet meer precies wat het ging, maar dat ging in ieder geval erover, dat toen was het net uit met haar vorige vriend. Don de Jong, bezig bij de naam noemen. Sorry, bezig bij de naam. Ja, sorry. Dat jij hier nog omheen lult. Ja, ik breng het helemaal op. Nee, maar daar ging het toen om. Het ging erover dat wij elkaar toen beter hadden leren kennen, daarvoor al. Maar we hadden gewoon echt compleet normaal contact en er was niks bijzonders aan, want ik had ook nog gewoon een vriendin. Dus het was gewoon
Helemaal normaal. En dan wordt op een gegeven moment wordt naar buiten gebracht van ja, ze is vreemd gaan met Koen. Terwijl, ja, dat is gewoon oprecht niet waar. Maar ja, hoe ga je daar tegen verdedigen? Ga je dan tegen verdedigen? Nou ja, op een gegeven moment, als het op rollen gaat, is wel kut. Want zij hebben best wel een bereik. En best wel veel mensen. En ik moet zeggen, kijk, voor mij, het ging over haar dat zij zo naar me vreemd gaan. Terwijl, ja, mijn relatie ging later uit dan haar relatie. Dus dat, ja. Dat wordt sowieso al dan raar. Toen ging we wel op in, om het even te zeggen van luister, dit is gewoon oprecht niet waar en het slaat gewoon nergens op. Nou ja, dan werd daar weer op ingegaan natuurlijk, maar ja, het is voor hun natuurlijk content, logisch ook. En dan wordt er gezegd van nou, ze zijn niet vreemd te gaan, maar wij weten wel beter. En denk van ja, dan denk ze ook alsnog iedereen, ja, en toen hadden we ook geen zin meer om op in te gaan. Alleen op zo'n moment denk ik wel van, met name voor haar is dat wel gewoon oprecht vervelend. En zeker als het om zoiets gaat wat niet waar is. 6. Wat zijn mensen waar je tegenop kijkt, in zowel je werk als in je privé? Jezus, ik vind het echt een moeilijke vraag. Waar kijk jij tegenop? Ik kijk op tegen mijn vader. Dat heb ik niet. Ja, natuurlijk ook wel, ja. Nee, mijn vader is de hardst werkende persoon die ik ken, dus daar kijk ik wel tegenop. Ja, maar kijk, als ik kijk naar mijn ouders, die hebben wel gewoon, zijn nog bij elkaar, hebben een leuk gezin. Kijk, dat zou ik natuurlijk wel ook graag willen, als het mij gegund is. Dus in die zin kijk ik daar wel tegenop. Maar het is niet dat ik nou echt denk van, je hebt wel van die mensen die dan inderdaad bijvoorbeeld iemand zien en dan willen ze dat precies gaan kopiëren. Gaan ze ook dezelfde opleiding doen, dan gaan proberen helemaal dat na te doen of zo. Dat heb ik niet. Dat jij Mbappé ziet en dat je denkt... Dat zou ik ook wel kunnen, ja. Ik denk het dan. Ja, ik ben dus wel weinig in de sportschool geweest de laatste tijd. Eigenlijk nooit. Maar ik weet ook niet of je het kan zien. Nee, ik zie je een beetje zo kijken. Ja, ik zit even te kijken of ik dan... Ik heb net Roel zijn blote lijf gezien. Ja, Roel maakt me altijd belachelijk dat ik spektietjes heb. Ja, maar dat komt omdat hij natuurlijk ooit spektietjes had. Nou, dat vind ik wel. Ik vind van die mensen die elke dag om 6:00 naar die sportschool gaan. Ik zou dat zelf echt niet kunnen, maar daar heb ik wel respect voor. Dan denk ik wel, ja, wat ben je dan verder voor... moet je ook zoveel compenseren, denk ik dan. Moet je zoveel compenseren, maar toch die dedication... Dat ja, vind ik wel respectvol. De bom doen? Ja, de bom. Het is tijd voor de bom. Die is erg, hè? Zullen wij de bom samen doen? Goed. Twee bommen ga je doen. Ja, maar dan niet... Wacht, ik smeer het er zelf op. Smeer jij het er zelf maar op. Gadver, wat is dit vies. Oh, de McDonald's is geen misterievoedsel. Hij heeft zijn ontdekking gedaan, hoor. God, alle kutjes. Heerlijk. Is het genoeg? Nee, hoeveel deed de andere? Ik zou er nog iets meer bij doen. Ja, oké, ik vertrouw jou. Op je blauwe ogen zonder wenkbrauwen. Hij is helemaal onzeker geworden over mijn hoofd. Door de, jij nu nee, je had dus een puist. God, hoe? Ja, oh. Doe ze op elkaar smeren zo, dat kan. Nou, geniet ervan. Cheers, ouwe. Kut, ik heb nu al een spuis hiervan. Godver... Ah nee, ik snoop mijn neus of zo, dus dan kwam je... Jezus, Mina. Ik ben voor het eerst even van mijn apropos vandaag. Ik ga zo slecht, jongen. Goed, ik had nog een vraag voor je. Oh ja, had jullie al gesteld? Wat is je favoriete gekkenwerkaflevering? Nou, noem eens even een suggestie misschien. Ja, een kleine autootje. Ja, die. Ja. Die leuk. Wat vind jij de leukste bankje in de video? Ja, kijk ze niet vaak. Zo, je krijgt van mij zeker €500 als je deze helemaal achter je zit. Ja, een broer. Oké. Okay. Mijn anus. 600. Nou, nu begint het interessant te worden. Oeh, 4 drupjes. Vind ik een keurige hoeveelheid, 4 drupjes, toch? Ja, ik vind dat al bovengemiddeld. Wat vind je het aantrekkelijkst aan jezelf? Een grote, enorme persoonlijkheid. Nee, maar ik vind mezelf heel aantrekkelijk, maar ik weet niet of dat per se aantrekkelijk is, omdat ik heel blij mee ben. Ik probeer wel altijd rekening te houden met iedereen en iedereen erbij te betrekken en te zorgen voor iedereen. Maar dat heeft niet zoveel met aantrekkelijkheid te maken. Dat is gewoon een karaktereigenschap. Dat ja. Ik ben best tevreden over mijn lichaam zoals het nu is. Mag ik eens zien? Ik ben best nu, ik ben niet meer zo dik. Nee, je was altijd vatsig, hè? Ik was altijd wel vatsig, ja. Nee, je hebt zelfs een beetje tieten, maar dan als in spieren. Ja. Nee, maar je ziet er goed uit. Zeker gezien waar je van, nou, ik heb nooit bestudeerd hoe je er eerst uitzag. Dik. Zou ik een beetje... Maar daar ben ik wel blij mee nu. Oh jezus, mijn bek, man. De bom. De bom. Dat is, ik heb gehoord dat deze wel... Ja, vanaf hier is het aan. Ik moet zeggen, ik dacht eigenlijk maar hier zou komen. Dus ik heb mezelf al... Ja, ik ben echt trots op je. Dankjewel. Ik zie ook echt aan je dat je het meent. Ik doe hier wel maar 1 druppel als je niet erg vindt. Ik vind het niet erg, maar denk de kijkers wel. Want dan ben je wel echt de grootste pussy van iedereen. Oké, doe ik 2 druppels. Ben jij in de bankzittersvideo's hetzelfde als buiten de bankzittersvideo's? Zo, nog een! Grotendeels wel, denk ik. Maar dit slaat nergens op. Dit smaakt niet eens ergens naar. Dit is gewoon pittig. Ja. Zo, deze is heftig, hé. Maar ben jij in de bankzittersvideo's hetzelfde als buiten de video's? Wat is het verschil? Het verschil is dat in de bankzittersvideo's ben ik echt iemand die... Het grote verschil is dat in de bankzittersvideo's, dan ben je wel een soort van jezelf, maar uitvergroot. Dus een beetje alsof niks meer uitmaakt en zo, en dat ik helemaal geen gevoelens heb en dat soort dingen. Nou, in het echt natuurlijk wel. Dus ik kan wel emotioneel zijn, snap je wat ik bedoel? Ik merk het. Ja, mag dat hierheen misschien?
Jij reageert wel het heftigst op deze, moet ik eerlijk toegeven. Oh. Die anderen hielden zich nog een beetje cool. Die deden alsof ze het gewoon nog een beetje aankonden. Maar jij kan er nu uitstappen, maar ja, dan moet je wel alle andere bankzitters 1000 euro geven. Kijk, doe het. Ik ga je dood, denk ik. Mijn tong flikkert uit mijn bek. Ik dacht dat ik er slecht terecht kon, maar jij bent echt... Ja, maar het wordt dus nog erger, hè? Ik heb wel een advies voor iedereen. Okay. Vanaf hier moet je ook doorpakken en ook redelijk het tempo erop houden. Want straks is het weer weg en dan komt het weer terug. Vanaf hier wordt het wel, hè... Dit is Champions League. Nou, ik wil nu een grapje maken, zelfspot. Dan kan ik dus stoppen aangezien ik uiteindelijk overkom. Maar we gaan het dit jaar gewoon redden, dus ik ga ervoor, man. Kunnen we dit sowieso even losknippen en even bewaren? Besef, jij werd tijdens de Champions League opeens Ajax-fan, weet je nog? Nee, ik ben al sinds dat Ajax wint, ben ik fan. Ja, zeker. Ja, ik ga blazen alsof dat zin heeft, dat het dan minder heet wordt. Waarom ga je zo... Kernis, ouwe! Holy fuck! Ja, je was best royaal met... Ja, ik deed er veel op, of niet? Oh mijn god! Oh mijn god! Dit is niet goed. Kaan is ouwe. Waarom ga je zoveel op vakantie? Wacht even, ik ben even dit aan het verwerken, want dit is niet goed, man. Nou, het valt dus best wel mee, maar ik heb het gewoon slecht gepland. Ik ben aan één stuk door op vakantie, zo. Nou, maar dan een beetje genieten van het leven, Kelvin. Oh! Bro, deze stap is zo bizar. Ja, ik wilde nog wel doorgaan op deze vraag. Ik vind het gewoon heel grappig om jou te zien zonder iets te zeggen. Wat doe jij, man? Even mijn tong koelen. Hé, ik ga deze... Zo, je hebt... Ga ervoor. Ja, maar ik heb elke keer... By far degene die er het meest op doet. Ja, maar ik merk er niks van. Bij Rob moest ik echt met een vergrootglas kijken of er wel wat op zat. Bij Rob moet je wel vaker met een vergrootglas kijken. Ja, goed. Wie heeft de grootste lul? Dat is een vraag. Ja, staat er ook... Oh, de lul punt nog. Ja, maar je hebt er ook echt een beeld op gegooid. Wie heeft de grootste lul? Ja, ik. Nee. Even wat vanille-ijs misschien? Ik heb van een paar gasten de lul gezien. Wat Fernandez hoor. Nee, ik heb van een paar gasten de lul gezien. Koen heeft best een grote koker. Dat is gewoon zo. Maar, ja, dat heb ik vaker gehoord. Oké, dus Koen heeft de grootste lul. En wie staat op nummer 2? Nou, vind ik dus een lastige. Dus gek om over jezelf te zeggen, maar ik heb best een oké lul. Het is helemaal niet gek om over jezelf te zeggen. Nee, maar vaak als iemand dan zegt, dan denk je het is niet zo. Ik vind vaak mensen die dat zeggen, die hebben het waarschijnlijk niet. Dus nu doordat ik nu zeg, ben ik bang dat ik zelf nu. Nee, ik kan hem even laten zien. Ik geef je altijd het advies om door te gaan, omdat je nu toch al de pijn voelt. Wat een kut idee dit. Doe maar even rustig aan. Het is een hele soort van sensatie van warm en koud. Als je in de sauna bent geweest, weet je wel. Oeh. Ik ga niet goed, hoor. Je kan stoppen, maar dan... Nee, ik ga niet stoppen, man. Komt-ie. Wie heeft de grootste lul? Weet ik veel boeien, volgende saus. Ja, dan gaan we gewoon door. Ik ja, trouwens, je moet een naam zeggen. Ik ja? Trouwens, ja. Maar ik kan hier niks eten. Ik ga helemaal kapot hier. Ik ga helemaal... Zal ik even voor je klaar maken? Ja, kan ik voor mij klaar maken? Maar even smeren. Even één druppel. Ja. Dankjewel. Hier. Je hebt wel smaak aan. Holy Jesus! What the fuck! Eén druppel gek! Oh! Dit is toch niet normaal! Oh! Oh, mijn tandvlees! Vind je jezelf het beroemdst van de bankzitters? Oh! Ik vind beroemd sowieso vervelend. Ik zou bekend dan eerder zeggen. Ja, ik weet niet. Ik denk het niet. Ik denk dat Mattie bekender is dan ik. Als iemand dan wordt doodgeschoten, waar zouden mensen dan het minst... Omgeven. Ja, dat kijkers denken, oh, was die er nog? Ik denk dat ik dus wel bekend ben, maar ik ben zeker niet degene die de mensen het leukst vinden. Zeg maar, ik heb heel veel mensen vinden mij of denk ik heel leuk, of denken... Dat heb ik laatst gezien. Een scheidhekel aan een, denk ik. Ik zie jou ook gaan. Doe nou normaal. Dit is toch best oké? Gozer, jij had het net over een druppel. Oké, wacht. Ik doe met je mee. Hé, dat vind ik groots, man. God, hoeren. Kut. Ik ben blij dat jij het zegt. Ik heb spijt van deze keuze. Zie je na slash tijdens YouTube een carrière in de Formule 1-branche voor je? Ja, eigenlijk niet. Oh. Zeg maar, ik zou het wel op zich wel leuk vinden, maar ik denk wel dat de lol er heel snel vanaf is. Ja, maar dat zeggen mensen ook wel eens over YouTube. Ja, maar met YouTube leuk. Heb je wel veel vrijheid. Ik denk dat je daar best wel beperkt in je vrijheid. En kijk, ik denk dat het best leuk is om een keer naar Miami te mogen voor de Grand Prix. Maar als je daar voor het 5 jaar op rij naartoe gaat, boeit dat ook niet meer. Niet in een autootje. Rijden. Dat lijkt me dan wel gaaf. Ja, een gemiste kans, denk ik. Zo gaat het. Jij hebt het zwaar, maar ik lijk wel. Ah, ik doe gewoon een beetje met jou mee. Zodat je niet het gevoel hebt dat je alleen bent. Ik vond deze minder erg dan die. Maar misschien kwam dat omdat ik hier 3 liter van had. Heb je wel eens het gevoel dat je op bepaalde vlakken niet met de andere bankzitters kan levelen? Bijvoorbeeld als ze dingen als spiritualiteit belachelijk maken. Ja, zeker. Leg uit, jongen. Terwijl je geniet van deze rakker. Nou,
Je zegt wel in die vraag. Ik hou best wel van spiritualiteit en jezelf verbeteren en nou, de mentale gezondheid. Maar de rest lijkt daar niet zoveel last van te hebben. Je glaas begint wel aardig leeg te raken. Ja, nu is het einde nabij. Maar je moet wel echt een dikke huid hebben als je in jullie soort van vriendengroep wil. Ja, dat denk ik wel. Want ik heb best ook wel vaak dat ik dan wat zie of ervaar met jullie. Dat ik denk, nou, dat is ook niet per se heel aardig. Ja, ja. Maar dat is ook wel op video's een manier van humor en zo. Ja. Maar het is op het moment dat je dat, en dat is wel het mooie. En ik hoop dat het zo is bij elke vriendengroep. Op het moment dat je het aankaart of aangeeft of je het duidelijk merkt aan iemand, dan is het ook wel oké, dan doen we het niet meer. Eigenlijk zijn jullie gewoon hartstikke lief voor elkaar. Papa, maar wat melken. Denk je dat je met jouw kwaliteiten ook presentator of comedian zou kunnen worden? 100.000%. Nee. Ja, vind ik een lastige vraag. Comedian niet, want ik moet... Adrem, dat moet het zijn. Daar ben ik goed. Ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, presentator vind ik ook een moeilijke, man. Ik denk dat ik het beste, als ik echt even serieus op in moet gaan, denk ik dat ik het beste zou zijn in een soort sidekick-achtige rol. Ik ben niet heel goed, inmiddels kan ik het wel een beetje, maar ik ben niet heel goed in een verhaal soepel in één keer uit het niks brengen. Als je bijvoorbeeld naar een VI kijkt, denk ik dat ik eerder een soort geipie-achtige rol zou kunnen hebben dan Wilfred. Oh, wat ben ik blij dat ik deze heb gehad, want die laatste twee die schijnen nogal rampzalig te zijn. Dit zijn er nog twee, ja. Carolina Reaper, Black Garlic. Maar ik moet hier echt niet te veel van opdoen. Oh, die ken ik. Kan je eigenlijk tegen heet eten? Nee. Oké. Nou, ik ook dus niet, hè? Nee, ik vond altijd van niet, maar na vandaag denk ik dat ik het best goed kan, zoals ik tegenover jou zit. Zo, ik krijg even een afterkick, een dinsdag dip. Holy fuck. Plop. Dit is je eigen schuld. Dit wordt misschien wel een eigen doelpunt. Hou. Vind je TikTok leuker dan YouTube? Een goede vraag. Om te maken om zelf op te zitten. Laten we beginnen met maken. Nee, TikTok maken is echt kut. En om op te zitten? TikTok of YouTube? Er wordt tegenwoordig niet zoveel leuk meer op YouTube gemaakt. Nou, in het buitenland wel, vind ik. Ja, maar dat heeft me nooit zo getrokken, buitenlandse YouTubers. Okay. Nou, ik heb die video van Mr. Beast gezien dat hij die chocoladefabriek ging nabouwen. Dat was wel vrij. Ik vond deze helemaal niet erg. Ah, nee. Hoe je bent ook vergeten, je hebt die saus al 5 keer ingeschonken. Ja, dat is waar. Zou je nog video's maken als je er geen slechts weinig geld mee zou verdienen? Nee, want dan maak je die opoffering van bekend zijn voor niks. Als je gewoon werk hebt, heb je er geen tijd meer voor om te maken, toch? Want je kan niet 40 uur dit doen en niks verdienen, want dan kun je geen huis kopen. Maar als je al het geld van... Kijk, als je zeg maar financieel onafhankelijk bent... Ja, maar dan hoef je niet meer te werken. Dan kun je het gewoon... Dan zou je het nog wel kunnen doen, ja. Godverdomme, doe die laatste saus. Je hele klauwen zit er ook onder. Oei. Oh, hallo, wil je doen even normaal, man? Sorry, smerig. Wat is een tip slash wijsheid die jij de jeugd graag wil meegeven? Poeh. Tas toe. Als je zegt dat je moe bent en dat je dan wil gaan uitrusten, is slapen niet altijd uitrusten. Dat is een hele specifieke tip. Zeg maar, je kan heel moe zijn en 8 uur slapen en ben je dan nog steeds moe. Dan ben je gewoon mentaal moe. Probeer dan op het moment dat je niet moe bent voor het slapen, niets te doen. Dat is jouw tip die je aan deze half miljoen mensen... Ja, smiddags op bed liggen, niets te doen. Denk aan elkaar, wees lief voor elkaar. Je kan pas aan elkaar denken en lief zijn voor elkaar als je lief bent voor jezelf. Kijk, nu begint het toch op te lijken. Ja, denk eerst aan jezelf voordat je aan een ander denkt. Dat klinkt weer heel anders. Waar val jij op bij een vrouw? Gewoon een tiet en een kut. Hele grote romige borst. Nee, innerlijk natuurlijk. Deze is heet. Ja, deze is heel erg. Je bent zelfs aan het tranen. Ja, ik ben aan het janken. Maar ook nu door die vraag moet ik aan mijn ex denken. Hou ik er even in, had ik niet voorbereid. Je bent gewoon aan het janken. Oh, wat goed. Oh, gozer. Wat was de vraag ook alweer? Waar val jij op bij vrouwen? Nou, ik heb wel een bepaald type. Zoals? Ik zou niet zeggen, als je naar mijn verleden kijkt, zat alles nog wat bij. Ik weet het niet. Nee, ja, dieren en zo, dat soort dingen. Nee, maar ik val altijd wel vooral op meiden met bruin haar. Ja. Dat vooral. En ook slank vooral. Ik vind van die hele potige types. Ja, die kunnen hartstikke mooi zijn, maar dat is niet voor mij. Nee. Maar ik zelf natuurlijk zo'n tenger mannetje ben. Ja. Hey, dat is het. Dus slank en donker haar. Zo ver kom jij. Ja, en het liefst heb ik ook dat het dus wel een vrouw is dan. En ik vind vooral. Ja, dat is natuurlijk echt. Dat heeft natuurlijk elke man uiteindelijk wel. Ik vind gewoon gezicht is natuurlijk het belangrijkste. Als je gewoon een lelijk hoofd hebt, maar een super geil lichaam. Vind ik niks. Voor een avondje kan ik op zich wel. Ik kan altijd bellen. Nee! Kel! Diep op! Kel! Het leek net als we een soort van seks zijn aan het doen. Ik denk dat niet naar, joh. Auwe.
bouwen. Wat zijn mensen waar je tegen opkijkt, in zowel je werk als in privé? Calvin, man. Ik kijk ook op naar Calvin. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Nou, opkijken, maar wanneer kijk je nou nog naar iemand op? Jij stelt de hele tijd de vraag terug. Ja, nee. Vind ik heel irritant. Ik ben een slechte... geld gelukkig. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik weet niet zozeer of dat opkijken is, maar wij hebben nu natuurlijk best wel af en toe shows gehad. En ik vind dat echt fucking leuk. Ik denk wel allemaal. Ik neem even een hapje ijs, want het is toch best wel behoorlijk deze. Je kijkt sowieso op tegen iedereen. Natuurlijk. Ja, leuk. Maar ik vond het al bijzonder dat die grap nog niet had gemaakt. Maar goed, dat was het dus wel. Duurde even. Op zo'n podium staan is best wel. Je hebt het toen trouwens ook bij 50 jaar gedaan toen, ja, met je kekkerwerknummer. Als je daar staat, best wel ziek. Dat mensen jouw liedje meezingen en zo, maar uiteindelijk, ja, wij staan er toch wel een soort YouTuber. Telt niet echt. Maar als ik dan zo sta bij, weet ik veel, nu toevallig afgelopen weekend bij Fleming en bij Antoon en zo. En iedereen, dat vind ik dan wel ziek. Dat vind ik wel echt knap, die gasten. Die staan ook nog alleen, wij zijn met z'n vijven. Dat vind ik dan nog wel vet. En dan natuurlijk als je nog groter kijkt naar die artiesten die echt voor 50.000 man uitverkopen. Of Ziggo Dome, 22.000, 2-3 avonden vol krijgen. Dat vind ik ook gruwelijk, dat iedereen echt voor jou specifiek komt. Ja, dat is heel ziek. Dus dat vind ik dan nog wel vet. Ik weet niet echt of dat opkijken is, man. Maar je kan ook opkijken tegen, ik kijk op tegen mijn vader, maar daar heb ik ook geen posters van. Ja, op die, ja, oké, okay, ja, 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 ja. Knap. Van wie? Van mijn vader? Ja, dat hij geen poster heeft? Zo, ja, dit was zo'n random verhaal. Ik kijk op tegen mijn vader. Ja, dat is helemaal geen random verhaal. Ik zie echt op tegen het moment dat ik moet gaan poepen, man. Ik denk echt dat heel mijn anus eruit brandt. Nou ja, toen moet je dit erop smeren. Goed idee. Hellfire. Hot sauce. Fear this. Featuring the Carolina Reaper. Weet niet wat ik erger vind? Die saus of Rob die Engels praat? De laatste vraag. Ik ben echt benieuwd, man. Nou, deze diepzinnigheid kan ik niet aan. Daarmee komt ook bijna deze video tot zijn eind. Oh, ik moet hem eerst eten. Vind je het zonde dat je nooit een studentenleven hebt gehad met iets meer tijd om mensen te leren kennen en te feesten? Nee, vind ik het zonde. Ik hou helemaal niet van feesten. Ik vond het een veel leukere besteding van de jaren. Een beetje YouTube te doen en daarin mensen te leren kennen. Zoals die idioten die daar nu zitten. En ik hield toch niet zo erg van feesten en uitgaan elke week. Dus ik vind het eigenlijk juist, dit was echt het ideale pad van mijn leven dat het zo is gelopen. Als jij wordt uitgenodigd voor de verjaardag van... de vierde was, kom ik zeker. Als jij wordt uitgenodigd voor de verjaardag van Kylie Jenner... Dan ga ik wel. Wij wel? Ik zou wel kans maken, denkbaar. Je, mag in je eentje komen. Kylie Jenner, dat is toch echt lachen. Oké, okay, maar dan zou je wel gewoon gaan. Ja, zo artistisch ben ik niet, maar ik vind gewoon dat je dan... ik ben gewoon om 12 uur moe en dan ga je dan tot 4 uur staan met zo'n zieke alcoholbek ga je zo staan en dan... hey, maat, dat ik jou hier tegenkom. Dat is toch niet normaal? Oh, sorry, jij bent helemaal vies. Nee, geef me. En dan... het is eigenlijk wel leuk als je gezopen hebt, maar als je weer zoveel zuipt... Dat heb ik al met zuipen. Als ik ga zuipen, dan is het leuk. Anders is het niet leuk, weet je wel, uitgaan vind ik. Maar dan is die dag erna is echt gewoon weggegaan. Gegooide tijd. Maar jij dat vind ik zonde. Uitgaan zonder zuipen vind jij... Dat vind ik niet leuk. Nee? Nee, daar kan ik niet echt van genieten, nee. Oh. Nee, maar over mijn studenten, ik studeerde ook in Delft, daar heb je alleen maar mannen, weet je wel. Dan is uitgaan helemaal niet leuk. Jij bent toch van de mannen? Dan heb je mijn tuk. Tam 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 tam. Je hebt gewoon even een tikkie nodig. Ja, oh, ja, maar dit kan niet, dit kan niet. Ik ga dood. Neem even een beetje van mij, pak even een klein beetje. Doe even een klein... Nee, zeker niet. Kom, even een klein beetje. Nee, nee is nee. Koude, koude doorflikken. Waar zou je het eerst mee stoppen als je minder geld zou hebben? Ja, dat kunt, man. Oh! Hoe ben je hier een koel onder? We doen een andere, de beste vraag. Wat is je favoriete gekkenwerkaflevering? Zo. Heb je ook dat je tandvlees helemaal brand? Oh! Ik begin wel redelijk zweethandjes te krijgen nou. Ik vond het leukste met die auto. Die vond het leuk. Die hebben met z'n allen gekeken lijkt het bijna wel. Want iedereen begint over die... Ik heb samen met Jules gekeken. Nou, ja, ik ga best oké. Holy shit. Wow, ik heb het al geklaard, hou. Je moet poepen. Dit is wel een... Er komt niks uit, man. Een stuk flesje. Moet je iets hard, moet je hem echt op de kop zetten? Ja, ja, maar misschien moet je even je bek houden, man. Nou, de laatste. Ik pak de bak ijzer alvast bij. Even scheetje nog, nu nog kan. Ja, hoorde je hem? Ja, dat was echt een vieze. Ja, maar dit, nu brandt hij nog. Ik wil jouw onderbroek niet zien. Van, nou, laat maar. Hé, hey, ga je gang. Oh, hij heet hem gewoon meteen. Vind je dat mensen je minderwaardig behandelen om je accent? Ha, sowieso. Oeh, hij komt nu echt. Nee, weet je wat er is? Er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Ja, ik maak mensen ook belachelijk als ze lelijk zijn of kut. Of, ja. Ik veel. Dus dat vind ik ook dat mensen dat bij mij mogen doen. Je maakt mensen belachelijk als ze lelijk zijn. Nou ja, dat is een slecht voorbeeld. Maar ik ben nu niet echt bij zinnen om een logisch antwoord te komen. Nu komt de ware Rob naar boven. Nu gaat de filter eraf. Nee, joh, mensen denken mij, je hebt een groot hoofd, vind ik dat ook niet erg. Maar zeg maar een soort van, oh, what the fuck. Dat is niet meer. Ja, maar ja, lachen.
Goede humor, creatief, niks meer doen. Wat lul jij allemaal? Ja, hoezo? Dat mensen maken je toch een beetje belachelijk of zeggen, oh, je bent Brabant. Dan zeg ik, ja, prima jongen. Ja, jij okay, weet het. Nee, dat is ook zo. Ik vond het wel grappig dat je even wat random woorden. Ja, grappig, creatief, leuk. Je gaat ook minder logisch nadenken van dit. En ik ben al niet zo logisch denken, dus dat gaat bij mij dan wel. Hey bro, doe niet normaal, man. Holy fuck, ouwe. Maar je hebt het wel gered. Ja, shout out naar mij, man. De eindstreep is behaald. Ja, nu 3 dagen last, maar goed. Je hebt de Hellfire, inclusief skelet, overleefd. Ja, cool, hè? Ik ben trots op je. Dankjewel, man. Ik kijk tegen je op. Dank je. Nou, laten we die laatste ook maar doen. Lekker, ouwe. Let's go, man. De Hellfire. Ik begin nu wel een redelijke rode aanslag te krijgen. Nou, ik weet niet waar dat komt, man. God, hoerenzooi. Maar hoe meer ik eet, hoe rooier ik word, hoe minder je die puist op mijn voorhoofd ziet natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Daar kan ik jaloers op zijn. Oh, 1, geil. 2. Ja, dit is wel... Ik vind het heel stoer als je dit gewoon doet. Ik ga er spijt van krijgen morgenochtend. Misschien vanavond al zelfs, maar goed, ik weet niet hoe we met mijn stoel gaan. Ja, ga je dan alles onderscheiden, denk ik? Nou, ik denk dat mijn anus wel een beetje pijn gaat doen. Ja, dat denk ik wel. Een beetje pijn misschien. Als vader van de groep, heb je het gevoel dat de bankzitters meer van jou leren of jij meer van de andere bankzitters? Ik probeer ze wel heel veel te leren, maar ik denk niet dat ze er veel van meekrijgen. Wat probeer je ze dan te leren? Nou, dat het dus soms best wel eens op gevoel af mag komen in plaats van op zakelijke dingen. Ik moet zeggen dat het daardoor ook mooi in balans is. Want je hebt bijvoorbeeld Koen die er anders over denkt. Wow. En daar leer ik wel dan veel van. Koen heeft toch dat ik best wel eens wat harder mag zijn. Koen heeft toch wel gevoel? Gevoel in mijn mond? Nee, heb ik niet. Koen heeft zeker wel gevoelens. Ja, maar naar mensen om wie die geeft. De rest van de wereld heeft die scheid. Ja. Jullie zijn natuurlijk wel met z'n vijven, dus de kans dat jij van die andere 4 wat leert is natuurlijk aanwezig. Want ja, je hebt 4 om uit te kiezen. Je leert waarschijnlijk van ze allemaal iets. Ja. Ik denk dat ze ook wel van jou leren. Ik hoop het, man. Alleen, ze laten natuurlijk lijken alsof ze het ze geen flikker boeit. Maar eigenlijk denk ik wel dat ze jou wel leren. Nee, ja. Mooi in balans. Je houdt je heel goed staande. Nou, het voordeel is dus dat zeg maar, bij deze schoot je bek al helemaal weg. Dus ik heb niet het idee, ik denk dat ik nog veel pittiger kan, dat het nu toch al. Het doet pijn en het brandt. Nou, gelukkig hebben we dan voor jou nog een verrassing. Nee, sorry. De laatste saus. We doen de laatste saus alweer, joh. Zijn we echt alweer bij de laatste? Dit is de laatste. Gast, jij loopt de Yankee. Ja. Ik doe hem niet alsof ik... Appeltje-eitje. Zijn we er al? Het doet me helemaal niks. Doet me niks. Hellfire, ram hem lekker op die... Wat maakt deze dan zo erg als dit de laatste kuikentje. Zo, ik loop echt helemaal leeg, joh. Hier zitten er volgens mij 80 Carolina Reapers in. Zo, dat hebben ze wel heel erg goed gemengd. Ja. Ik pak wel even wat melk, hoor. Ik weet niet of het nodig gaat zijn. Ik zou het maar doen. Uit voorzorg. Ja, dat is een voorzorgsmaatregeltje. Godsamme. Ik ben eens even benieuwd, hoor. Heb je al zweetvlekjes onder je oksels? Nee, maar ik zweet ook helemaal niet. Ja, klein puntje. Je hebt een klein puntje. Zo, maar ik heb wel altijd... als ik moet zweten, stink ik altijd heel snel. Ja, heb ik ook. Heb je dat ook? Ja, heb ik ook. Maar het valt andere mensen ook op, dan? Ja. Ja, jij ook dus. Ja. Ja, mooi is dat. Wist je dat er mensen zijn die onder hun t-shirt een tweede t-shirt doen? Ja, maar dat vind ik ook zo triest. En dat ze dan, als ze dan weten dat je het niet ziet? Ja, Rob is zo iemand die dat zou doen. Ja, dat kan ik bevestigen. Heeft hij dat echt? Ja, dat heeft hij nu. Nee. Ja. Serieus. Je weet het ook van tevoren. Oh jee. Oh jee. Nou, als je deze klaart, dan ben je wel een held. Want dan heb jij by far de meeste van de laatste op je nugget geramd. Laat het even zien. Oh, by far ook. Ja, by far. Dat is ook geen goed teken. Hou hem even hoog. Kijk hier, hier zit toch een aardige knots op. Dit is nummer 10. In principe. Dit is nummer 10. In principe. Zal ik deze gewoon al gewoon chappen? Gewoon? Ja, doe het. Ja, ik denk dat ik echt ga sterven misschien wel. En dan is het erop hier. Mis jij het vrijgezellenleven? Nou, dat is even. Nog even. Ik wil mezelf de vraag stellen, hoor. Deze is echt even heel pittig. Ja, pittige vraag. Ik snap het. Je wordt er emotioneel van. Oh, wat vind je juist? Mis je het vrijgezellenleven? Ja. Nee, eigenlijk oprecht niet. Daar heb ik me wel over verbaasd. Want ik weet niet hoe dat... Ja, jij hebt het al heel lang, sinds je echt jong bent al, hè? Ja, ik ben al heel lang. Dus jij hebt eigenlijk nooit het soort... vrijgezellenleven meegemaakt. Nee. Ja, toen je 8 was. Maar, ja, zo wild zat het toen je naartoe zou gaan. Nee, ik ben nooit vol gas. Nee. Ik kan daar ook nooit over meepraten. Als mijn vrienden dat doen. Maar ik heb dat wel gehad. Dan heb ik me altijd heel netjes en heel beschaafd gedragen. Maar ja, ook al veel geneuk uiteindelijk. en ik dacht toen wel, toen ik met mijn huidige vriendin een beetje serieuzer werd. Toen dacht ik wel van ja, kijk, op een gegeven moment ben je gewoon verliefd. En dan is dat ook, denk je van nou ja, ik ga het wel een kans geven. Maar ik heb toen wel een beetje zorgen. Ik denk van, ga ik dat kunnen? Ik wist dat niet zeker. Nou, dat kan. En heb je dan niet, als vrienden van jou nog vrijgezel zijn, heb je nog vrienden die vrijgezel zijn? Ja. Die zeker. Dan nog wel gewoon trio's doen en zo? Ja, dat doe ik nog wel mee. Dat dan oh, wel. Okay. Ja, het is niet dat je alles laat gaan. Nee, maar kijk. Maar dat je dan denkt, ja,
kut. Ja, ik zou het wel kut hebben gevonden als ik jou was, in jouw situatie. Zo niet lullig bedoeld verder, maar ik wil het wel meegemaakt hebben. Oeps, jezus. Ja, lekker voor je. Dat kan maar. Maar ja, heb jij dat nooit? Heb jij nooit dat je denkt, ik zou willen weten? Ja, natuurlijk niet, want daarmee geef je al aan dat je iets mist of zo in wat je nu hebt. Nee, dus dat zou je nooit zo zeggen. Nee, ik heb nooit dat ik het echt het gevoel heb, want als je niet weet wat je mist, dan is het om het te missen. Dus ik weet niet hoe het is. Is ook zo. Je? Dus voor mij is het misschien nog wel makkelijker. Heel raar. Ja, dat is zo. Want jij weet wat je nu dan niet meer hebt. Ja, maar ik heb er nu vrede mee. Omdat ik denk, dat was leuk, maar dit is veel leuker. Maar ik zou, als ik dat dan nooit had meegemaakt, zou ik misschien wel... Ja, misschien wat je zegt, als je niet weet, dan is het ook zo. Maar het is wel een compliment voor je relatie. Tuurlijk. Jij zegt, dit is leuker. Ja, tuurlijk. Dus ik hoop dat je vrienden maar ook op de dag dat het niet meer zo is, dan... Ga je gewoon weg. Nee, ja, maar dan moet je wel goed nadenken. Maar na één dag al. Ja, maar nadenken, dat gaat 24/7 bij mij. Dat is een nervous stopping process gewoon. Dit was hem. Alles na die Dabon was gewoon niet meer zo heel boeiend. Dat was gewoon echt niet goed. Heel trots op jou. Koen, je hebt het overleefd. Je bent fucking legendary. Maar dat wist je natuurlijk al. Dankjewel. Want je bent zelfverzekerd. Je hebt het gehaald. Sausje nummer 10. Ja, ik vond het echt heel goed te doen. Gast, je hebt letterlijk gehaald. Ja, maar ja, dat is gewoon mijn fysieke reactie. Maar het was niet emotioneel of zo. Nou, sluit dat ding af, kan ik naar de wc. Fantastisch. Dat je mee hebt gedaan aan de video op je eigen kanaal. Dus eigenlijk moet je een keer helemaal niet bedanken. Waar kan een factuur in? Even kijken of die. Heb je zweet? Zijn het zweethandjes? Nee, volgens mij zijn het redelijk. Het valt mij. Ja, redelijk koud. Je vindt het spannender dan. Nee, ik heb gewoon. Aanleg voor de zweethand. Nou, dames en heren, we hebben het gered. De allerlaatste fase, level, weet ik het. Kel, bedankt voor deze geweldige vragen. Ik neem dit bakje ijs even mee naar het toilet. Ga ik lekker schijten. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doe even een gekke werk outro. Nee, dat is niet klaar. Nu is het outplayed. Wow.